Dit is niet zomaar een wedstrijd. Dit is de IJsselderby, Deventer tegen Zwolle. Oftewel Go Ahead tegen PEC. De verwachting is dat Go Ahead Eagles meteen vanaf de start er vol op klapt, vol in de aanval zal gaan. Net als vorig seizoen een soort van overrompelingstactiek zal gaan hanteren. Vorig seizoen won Go Ahead hier met 4-1 van PEC Zwolle. Nesit. Lukoki. Nou, ze krijgen bij PEC Zwolle niet de tijd om adem te halen, om de bal even rustig te controleren. Go Ahead zit er inderdaad bovenop, dat heeft Jans ook gezien. Hier wordt Lewis weggestuurd, Van Polen moet in de achtervolging, hier is het doelpunt! Het doelpunt voor Go Ahead. Weer scoort Rijsdijk, net als tegen Utrecht. Het is de 7e minuut en Go Ahead Eagles staat met 1-0 voor. Goed gedaan door Lewis, die het eigenlijk zelf opzet, dan doorloopt, sneller is dan Van Polen. Maar wat een dekkingsfout achterin bij PEC, want Rijsdijk kan daar zomaar scoren. Turic. Duits kan nog gaan verlengen. Vriends is daar. En hier 2-0. Lewis maakt hem. En de vlag voor buitenspel blijft omlaag. Dus dit doelpunt telt. Wat gebeurt hier allemaal in het eerste kwartier? Het is voor PEC Zwolle een nachtmerrie. Het begint met de voorzet van Turic. Die wordt aangeraakt. Dan zo'n hoge bal waar niet echt adequaat wordt op gereageerd. En dan valt hij voor de voeten van Lewis die daar onbewaakt is. De bal komt ook van de tegenstander af, van der Werf. Dus kan er ook nooit sprake zijn van buitenspel. 2-0. Wat een wilde voor Go Ahead. Nijland. Van ver. Maar wat een goal. Prachtig uithaal van Stef Nijland. En zo is PEC Zwolle weer terug in de wedstrijd. Opluchting en vreugde bij de supporters die zijn meegekomen vanuit Zwolle. Na deze droge knal van Nijland. Lukoki. Voorzet van Polen. Nesit legt klaar en daar is Nijland die de lat raakt. Bijna maakt Nijland zijn tweede. Mooie aanval van PEC. En wat pech voor Nijland. De hoekschoppers en een wapen bij Go Ahead. Van der Linden. Ook nu is die hoekschop goed en daar is bijna Kolder. Bal is nog aangeraakt. Nieuwe hoekschop. Weer zo'n indraai in de corner van der Linden. En hier de vrije kopkans en een doelpunt. Het doelpunt van Bart Vriends. Zo scoorde hij ook tegen Willem II. En nu zet hij 10 minuten voor rust Go Ahead op een 3-1 voorsprong. Het is toch bekend dat Go Ahead sterk is met hoekschoppen en vrije trappen. Maar het lijkt wel alsof PEC Zwolle totaal verrast is. Want wat staat die vrij Vriends? Weggelopen uit de dekking. Weggelopen daar bij Broersen volgens mij. 3-1 en de marge is weer 2 in het voordeel van Go Ahead. Thomas gaat wat meer zwerven om in ieder geval aan de bal te komen. Ryan Thomas is uitstekend gespeeld. Voorzet van Polen. En hier de kans voor Nesit. Dat is dan een bruikbare voorzet voor de Tsjech. En dan mag je toch ook wel verwachten dat hij die bal in ieder geval op doel krijgt. Nou, ook Jans zag dat dit kansrijk was voor zijn ploeg. Het is nog niet zo'n spektakel als in de eerste helft, maar het blijft boeiend. Van Polen. Lukoki wijst. Wordt overgeslagen, maar hier is de kans voor Thomas Lam. Slimme bal van Polen. En het debuut dus van Wout Brama voor PEC Zwolle als vervanger van Thomas Lam. Was afgelopen week nog op proef bij Huddersfield Town, maar koos uiteindelijk voor PEC Zwolle. Broersen bij de tweede paal, daar is ook Nesit. En Nesit kopt raak. En zo is de spanning terug. 3-2. De scheidsrechter moet nu even scherp zijn, zodat er daar niet een opstootje ontstaat. Dat gebeurt toch.
Cummins wil de bal niet afstaan, krijgt geel. Maar feit is dat Nesit heeft gescoord voor PEC. 3-2. Ioannidis. Moro. Is goed gespeeld. Hier is Brama. Mooi hakje. Ioannidis met een enorme kans. En Brama bijna met zijn eerste doelpunt voor PEC. Dat zou toch wat zijn geweest. Subtiel hakje van de debutant aan de kant van PEC. En wat een kans was het. Het is een prachtig gevecht geworden. Het publiek gaat erachter staan. Warner Haan pompt hem erin. Maar veel levert dat niet op. En dan is het nu oppassen voor PEC dat Go Ahead niet toeslaat in de omschakeling. Tenden, Kolder. Tenden kan op weg naar 4-2 misschien. Kolder, Rijmerink mag het doen. Het is goed uitgespeeld. Rijmerink en de redding van Haan. Geen vierde treffer voor Go Ahead Eagles vanmiddag. Nog één keer kan PEC misschien in de aanval. Verdedigd door Nieuwpoort en hier is het feest. Go Ahead wint de IJssel Derby met 3-2 van PEC. En wat een vreugde bij de supporters hier in de Adelaarshorst. Het is uiteindelijk zwaar bevochten. Want PEC kwam nog dichtbij na de tweede treffer van Nesit. Maar uiteindelijk geeft die derde goal van Go Ahead Eagles, die van Vriends, in de slotfase van de eerste helft de doorslag. En zo boekt Go Ahead, net als vorig seizoen, een overwinning op PEC.